na de capitulatie van Japan, denkt Nederland de vooroorlogse draad weer op te kunnen pakken. Indonesische nationalisten hebben echter andere ideeën. Sukarno roept op 17 augustus 1945 de onafhankelijkheid van Indonesië uit. Guerrilla-strijders vallen Nederlandse posten aan en leggen met landmijnen en geïmproviseerde explosieven hinderlagen voor konvooien. De Nederlandse militairen staan tegenover een onzichtbare vijand die zich verschuilt in de jungle of opgaat in de bevolking. Het geweld escaleert aan beide kanten. Het plan om de bevolking voor zich te winnen en daarmee de voedingsbodem voor de Indonesische nationalisten weg te nemen, mislukt. Het nationalistische ideaal wordt breed gedragen. Vanaf 1947 heroveren Nederlandse troepen in twee grootschalige offensieven belangrijke delen van Java en Sumatra op de Indonesische nationalisten. Nederland noemt deze koloniale oorlog een politionele actie, om aan te geven dat het een interne aangelegenheid betreft. Het geweld zorgt voor een neerwaartse spiraal van terreur en contra-terreur. Onder grote internationale druk erkent Nederland in december 1949 de onafhankelijkheid van Indonesië.